Katten en honden vinden het altijd fijn om tijd met kinderen door te brengen. In dit verhaal zul je zien hoe een kleine jongen uit bed stapt om met Brutus de hond te slapen. Abonneer je alvast op ons kanaal en zet het belletje aan, zodat je elke keer weer op de hoogte bent wanneer wij een video online plaatsen. Ik zal je in deze video ook verder vertellen wat andere ouders allemaal op de nannycamera zagen. Lily. Wanneer er een baby geboren wordt, dan willen de ouders op de hoogte zijn van alles wat ermee gebeurt. Als ze er zelf niet altijd bij kunnen zijn, dan kan het handig zijn om een camera te plaatsen. Dan kun je ook zien wat er allemaal gebeurt, ook 's nachts, wanneer het hele huis slaapt. Dit deed de moeder van Finn en ook een moeder uit Michigan. Ze wilden allebei zien wat er allemaal gebeurde in de kamer van hun baby. De moeder uit Michigan, Heather genaamd, hoorde 's avonds vreemde geluiden in huis. Ze wist niet waar de geluiden vandaan kwamen en ook haar echtgenoot wist niet wat er aan de hand zou kunnen zijn. Heather besloot daarom een camera te plaatsen in de kamer van haar baby. En toen ze de video van de babykamer zag, kon ze haar ogen niet geloven. Het gezin woonde samen met hun 1-jarige dochter Lily in het huis van de moeder van Lily's vader, totdat ze iets vreselijks ontdekte en met spoed wilde verhuizen. Het begon allemaal toen Heather merkte dat Lily nare krasjes in haar gezicht had. Ze wist wel dat baby's zichzelf soms per ongeluk in het gezicht konden krabben en ze dacht dat dit het geval bij Lily was. Maar ze zag steeds meer krasjes en dit was niet meer normaal. Ze confronteerde haar echtgenoot Joshua als eerste, maar hij wist hier niets van. In de avond hoorden ze echter vreemde geluiden en krakende deuren en zelfs voetstappen in de keuken. Ze had het vermoeden dat dit alles met de krasjes in het gezicht van Lily te maken had. Als Joshua 's nachts niet opstond en ook niet wist hoe Lily aan de krasjes kwam, dan was er echt iets aan de hand en ze moest erachter zien te komen wat. Heather zorgde er altijd voor dat de deuren en ramen goed op slot zaten voordat ze naar bed ging. Ook knipte ze de nageltjes van Lily zodat ze zichzelf niet kon bezeren. Ze had toch een sterk vermoeden dat Joshua hierachter zat en het niet eerlijk wilde toegeven. De relatie tussen Heather en Joshua was mooi. Ze waren jong en gelukkig, maar toen de krasjes in het gezicht van Lily begonnen te verschijnen, ging de relatie achteruit omdat Heather Joshua niet meer vertrouwde. Zo kwam ze op het idee om een camera te plaatsen in de kamer van Lily. Samen met Joshua kocht ze een camera waarmee ze ook 's nachts goed konden filmen. Toen Heather de video uiteindelijk bekeek, gingen de haren in haar nek rechtop staan. Op de videobeelden zag ze namelijk een man lopen. Ze werd gelijk boos toen ze de man zag, omdat ze dacht dat het Joshua was. Waarom had hij dan al die tijd tegen haar gelogen? Gelukkig had ze nu bewijsmateriaal en zou ze hem beter kunnen confronteren. Met deze gedachte keek Heather verder naar de video. Lily zag de man aankomen en keek hem aan, maar toen de man in de richting van de camera keek, zag Heather dat het Joshua helemaal niet was. Ze kende de man niet en ze bleef de video bekijken totdat ze merkte dat de man transparant werd. Toen besefte ze dat deze man geen levend wezen was, maar iets van het bovennatuurlijke. Heather was enorm bang en wilde onmiddellijk verhuizen. Wat zou jouw reactie zijn bij het zien van zo'n video? Ze liet Joshua de beelden zien en ook bij hem gingen de haren overeind staan. Als ouders moest Joshua en Heather ervoor zorgen dat hun gezin veilig was. Het beste was dat ze zouden verhuizen en dat deden ze ook. Joshua bracht de politie op de hoogte van de situatie en de politie verwees hem naar wetenschappers die zich met paranormaal onderzoek bezighielden. En wat zij ontdekten was nog enger dan wat Joshua en Heather gezien hadden op de camerabeelden. Er werd onmiddellijk een team naar het huis gestuurd en ze gingen aan de slag. Ze kwamen tot de ontdekking dat de vreemde man die ze op de camerabeelden zagen nog lang niet het enige vreemde was dat plaatsvond in het huis. Heather vertelde later dat ze op een dag wakker werd en een wurging voelde om haar nek. Maar ze kon het aan niemand vertellen omdat ze dacht dat ze haar niet zouden geloven. Nu alle waarheid naar buiten kwam, was ze er zeker van dat het wurgen te maken had met de man die 's nachts in het huis rondliep. Toen het team het huis aan het onderzoeken was, maakten ze verschillende opnames en ze hoorden de vreemdste geluiden en zelfs duidelijke woorden en zinnen. Ze wilde er graag achterkomen wat Heather gezien had op de camerabeelden. De moeder van Joshua vertelde dat ze eens gehoord had dat het huis spookte omdat de vorige eigenares van de trap was gevallen en haar nek gebroken had. Ze lag er een poos voordat ze overleed. Maar wie was de man dan? De man was haar broer die geestelijk ziek was en later in het huis kwam te overlijden. Er was nog een ander verhaal over het huis. Maar dat interesseerde Joshua en Heather niet. Ze dachten er alleen maar aan zo snel mogelijk te verhuizen.
Ze wisten niet wat de intenties van de geest waren, maar het had in ieder geval slechte gevolgen voor hun gezin. De video werd later door Heather en Joshua op YouTube geplaatst en bij de meeste mensen gaan de haren overeind staan wanneer ze de video bekijken. Maar sommige mensen geloven de beelden niet en denken dat het allemaal bewerkt is. Het rare van alles was dat de geest een schaduw had. Maar niet gewoon een schaduw, hij had er twee. Ondanks alle camerabeelden was het nog steeds niet duidelijk hoe Lily aan de krasjes in haar gezicht kwam. Veel experts hebben geprobeerd een antwoord daarop te geven, maar dat is er nog steeds niet gelukt. Heather plaatste een paar weken later een post op Facebook. Het was een GoFundMe-post waarin ze om geld vroeg om de verhuiskosten te dekken. Een expert die de video van Heather ook bestudeerde, zag deze post en stuurde haar een bericht waarin hij haar het een en ander vroeg. De expert heette Kenny en hij merkte tijdens zijn onderzoek dat de tv aanstond in de video van Heather en Joshua. Volgens hem was er misschien iemand opgestaan die naar de tv keek en naar de keuken was gegaan. Het gezin was misschien vergeten dat dit alles gebeurd was en had de videobeelden verkeerd begrepen. Kon dit waar zijn? Jammer genoeg kreeg Kenny nooit antwoord van Heather en wacht hij nog steeds op een berichtje van haar. Finn en Brutus. In het verhaal van Lily hebben we gezien hoe je ook enge dingen kunt zien op de nannycamera, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Je kunt er ook leuke dingen op zien die het kind 's nachts doet. Kijk maar tot het eind, dan zul je zien wat dit gezin op de camera zag. Toen Paige erachter kwam dat ze in verwachting was, was ze heel erg blij, zoals elke moeder die een kinderwens heeft. Ze adopteerde gelijk een 2-jarige hond uit een dierenasiel, zodat Finn een vriendje zou hebben. Wat ze niet wist was dat de band tussen Finn en de hond hechter zou zijn dan ze ooit had kunnen verwachten. De hond heette Brutus en hij hield veel van aandacht en knuffelen. Hij was net een levende teddybeer en ook heel erg intelligent. Toen Paige 20 weken zwanger was, legde een scan vast dat Finn een probleempje had met zijn hart. Daarom moest Finn verschillende procedures ondergaan toen hij geboren werd. Hij kon niet onmiddellijk naar huis, zoals andere baby's, en hij had een speciale behandeling nodig totdat hij groot genoeg was om geopereerd te worden. Paige was blij dat het probleem van Finn vroegtijdig ontdekt was en hij daardoor op tijd geholpen werd. Na enkele weken mocht Finn naar huis en kon hij Brutus ontmoeten. Toen Brutus hem zag, hadden ze gelijk een connectie. Hij was blij om zijn broertje te zien en Paige hoefde zich niet druk te maken. Het leek alsof Brutus onmiddellijk wist dat Finn extra zorg nodig had en hij lag altijd dicht bij hem in de buurt om op hem te letten. Finn en Brutus groeiden samen op en deden alles samen. Van tv kijken tot buiten spelen. Brutus deed Finn nooit kwaad en omgekeerd ook niet. Ben je ook met een hond opgegroeid, net als Finn, laat ons dan weten hoe de ervaring was. Brutus bleef altijd even goed op Finn letten zoals in het begin. Hij was net een grote broer voor Finn en ze waren onafscheidelijk van elkaar. Brutus ging altijd naast Finn zitten en liep overal achter hem aan. Wanneer Finn ziek was, dan lag Brutus heel rustig naast hem of soms plaatste hij zijn kop op de borstkas van Finn. Brutus had er een hekel aan om gescheiden te zijn van Finn. Ook al was het voor enkele minuten. Hij ging dan altijd voor de kamerdeur staan en krabde aan de deur totdat hij binnen werd gelaten. Vanaf dat Finn een baby was, sliepen deze broers al samen. Finn lag dan in zijn ledikant en Brutus op een mat dicht bij het bed. En toen Finn in een groter bed sliep, kon Brutus makkelijk naast hem liggen en dit vonden ze allebei reuze fijn. Brutus lag zodanig dat Finn niet uit bed kon rollen. Zo sliepen de vrienden altijd bij elkaar. Omdat de broers zo'n hechte band hadden, verhuisde Paige het bed van Brutus naar de kamer van Finn. Maar ze wist niet wat er 's avonds gebeurde. In de kamer van Finn had ze een nannycamera geplaatst, zodat ze Finn in de gaten kon houden. Dit doen de meeste ouders en het kan heel erg helpen bij het veilig houden van een kind. Toen Paige op een dag de beelden op de camera aan het bekijken was, zag ze de routine van Brutus en Finn. Ze zag hoe Finn uit het bed stapte met zijn dekentje om bij Brutus te gaan liggen en Brutus had er helemaal geen moeite mee dat Finn hem als een kussen gebruikte. Het belangrijkste voor hem was dat Finn goed kon slapen. Dit tafereel deed Paige glimlachen en ze deelde het met de wereld. Nu kun jij er ook om glimlachen. Zo zie je hoe belangrijk een camera kan zijn in de kamer van een baby. Het legt de fijn en minder fijne dingen vast. Zo weet je altijd dat het goed gaat met het kind en ontdek je soms mooie dingen. Denk je er ook over om er eentje te plaatsen in de kamer van de baby?
of heb je een camera op andere plekken in het huis? Kun je trouwens alsnog abonneren op ons kanaal en het belletje aanzetten, zodat je geen enkele video meer mist?